waarborging van de voedselveiligheid van vis- en visserijproducten voor zowel het lokaal gebruik en de export ervan, is het van enorm belang gecertificeerde kwaliteitsmanagers te hebben. In samenwerking met het Natuurtechnisch Instituut NATIN heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de opleiding kwaliteitsmanagers voor de visserijsector opgezet. Op maandag 15 januari 2018 zijn de lessen aangevangen. Voor dit jaar hebben we een grote groep aan cursisten, dat is 24. En vanuit het ministerie van Onderwijs hebben we begrepen dus dat eigenlijk 24 en het maximale is dat je eigenlijk in een klas voor zo'n opleiding zou kunnen opleiden. Kijk, de managers voor de kwaliteit binnen de visserijsector zijn heel belangrijke figuren, krachten. Wat we nodig hebben, vooral wanneer we exporteren, ook voor lokale consumenten. Het heeft te maken met veiligheid, hè, voedselveiligheid. Zoals opgenomen in ontwikkelingsplan 2017-2021, dat voedselveiligheid een van de prioriteiten geniet. Het is de taak van zowel de private als de publieke sector om samen te werken aan capaciteitsopbouw om het hoogste niveau van voedselveiligheid te behalen en te waarborgen. Deze opleiding zal gecertificeerde kwaliteitsmanagers opleveren die moeten zorg dragen dat de kwaliteit van vis- en visserijproducten bij zowel kleine als grote ondernemers of bedrijven in Suriname hoog is en zo blijft. Dit is eigenlijk om na te gaan van hoe de verwerking eigenlijk plaatsvindt. Vanaf de vangst tot de verwerking. Ja? En dus het hele proces wordt doorlopen tijdens deze opleiding. En de mensen leren dan eigenlijk niet alleen hoe je moet kijken hoe vers zo'n vis is en of het geschikt is, hoe de kwaliteit is van zo'n vis, maar ze leren ook de sociale vaardigheden daarbij. Ze leren ook hoe je moet communiceren met de mensen, hoe je met je personeel in een bedrijf moet omgaan. Ja, dus alles wordt in deze opleiding meegenomen. En zoveel mogelijk zodat zij tot goede managers opgeleid kunnen worden. Dit gaat eigenlijk ervoor zorgen dat wij als Suriname onze kwaliteit verder behouden. Wat velen nog niet weten, dat wanneer je kijkt naar de EU-lijst, wat betreft aan kwaliteit en management systeem, dat staat Suriname op nummer 1. Dat is een van de beste vanuit de EU-lijst. En dat moeten we blijven behouden en ook verder nastreven dat het steeds verder geperfectioneerd wordt. Daarnaast ook voor de verder value adding, hè, verdere ketenontwikkeling, dat wij dan verder dit gedeelte moeten uitwerken. En hiervoor heb je dan zeker de managers nodig. Vandaar dat wij gevraagd hebben samen met de private sector, de public sector, met NATIN, dit opleiding te draaien zodat onze mensen, vooral onze jongeren, opgeleid kan worden en verder hun bijdrage kunnen leveren, vooral in de visserijsector. De opleiding kwaliteitsmanager voor de visserijsector wordt 5 keer in de week op het NATIN-complex in de middag verzorgd. De participanten die deze opleiding volgen, werken allen in een vis- of visverwerkingsbedrijf. CARICOM Secretariaat is sinds juni 2017 bezig met het ontwikkelen van het CARICOM Gender Sensitive Based Management RBM System, welke als doel heeft een wijziging te brengen in de wijze van planning, implementatie, monitoring, evaluatie en rapportage van onder andere CARICOM gerelateerde projecten. In het kader hiervan heeft het CARICOM Secretariaat een persbriefing gehouden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn bezig awareness en bewustwordingssessies te hebben binnen de lidlanden van de CARICOM. Dat zijn de 15 lidlanden. We zijn reeds naar Barbados geweest en we hebben ontmoetingen met diverse stakeholders. Zo ministeries, de private sector, het parlement, de media. En om de mensen in te lichten waarmee we bezig zijn, maar ook om hun input te krijgen
zodat wij weten waar lidlanden zijn en hoe ver ze ermee zijn met deze monitoring en evaluatie mechanisme dat op touw wordt gezet, om het zo te zeggen. En hoe we, hoe we dan kunnen samenwerken. Want het gaat om het monitoren van en evalueren van beleid genomen op regionaal niveau. En in dat beleid, wanneer er beslissingen worden genomen en goedkeuringen worden gegeven, dan weet u dat het dan gaat om alle lidlanden op het hoogste niveau. Maar dan moet je dat traject moet je gaan vervolgen. En je moet in het proces nagaan, waar zijn we, hoe ver zijn we gekomen, waarom maken we geen progressie, ja? Welke zijn de hiccups, welke zijn de obstakels. En nogmaals, laat me één ding heel duidelijk stellen, het gaat niet om de nationale plannen van de individuele lidlanden, maar het gaat om het regionaal plan dat direct gelinkt is aan het strategisch plan. U kunt zich misschien nog herinneren, een paar jaar terug was u ook betrokken bij het opstellen van het strategisch plan. Toen we diverse consultants hadden die ook naar Suriname zijn geweest en met diverse stakeholders hebben gesproken. En dat strategisch plan is natuurlijk getild naar het hoogste niveau waarbij alle staatshoofden daaraan goedkeuring hebben gegeven. En dat strategisch plan moet worden uitgewerkt in de nationale plannen. De input gegeven is, waar is Suriname nu, wat doet Suriname nu, ja? Welke strategieën hanteert Suriname, welke zijn de obstakels, tekort aan mankracht heeft hij uitdrukkelijk gezegd, en financiën, surviven. U weet, diverse landen zitten diep in de financieel-economische problemen. En hoe survival, dat heeft hij ook aangegeven. En hoe ga je daarmee om, ja? En dat is input wat je krijgt, zodat wij weten waar landen zijn in hun evaluatie en het monitoren van hun beleid. Welk mechanisme hanteren ze? Ja, we zijn bijvoorbeeld ook naar Barbados geweest. We gaan ook naar Jamaica. We gaan ook naar Trinidad. Trinidad heeft ook iets ontwikkeld. En we gaan kijken hoe kunnen we dingen streamlinen, hoe kunnen we dingen stroomlijnen met elkaar. Ja. Het CARICOM-secretariaat is bezig met bewustwordingssessies binnen de 15 CARICOM-lidlanden. Het gaat niet om de nationale plannen van de individuele lidlanden, maar om het regionaal plan dat direct gelinkt is aan het strategisch plan. Dit plan is getild naar het hoogste niveau, waarbij alle staatshoofden daaraan goedkeuring hebben gegeven en moet worden uitgewerkt in de nationale plannen. In samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is het districtscommissariaat van Wanica gestart met een integrale aanpak in Wanica Zuidoost voor de verbetering van onder andere de infrastructuur. Deze werkzaamheden volgen nadat er tijdens de hoorzittingen in het resort aandacht is gevraagd voor het vuil in en rondom de bestuursgebieden. Verder wil ik ook aangeven dat wij alle actoren willen dankzeggen dat ze zo snel eigenlijk hebben gereageerd en positief hebben gereageerd om in deze die ondersteuning te geven. De burgers, een oproep naar u toe. Uw voordeur is nu geheel schoon. Help u mede. Toon uw burgerparticipatie in deze om het schoon te houden. En zeker ook dat respect op te brengen voor de mensen, de ambtenaren die voor uw deur schoonmaken. Geef ze dat stukje respect, omdat ze ook hardwerkende mensen zijn. We hebben hart voor dit land, dus lever ook uw bijdrage voor het onderhouden van uw berm. We doen de verschillende buurten aan. Waar het erg en verschrikkelijk erg aan toe is, wordt gelijk aangepakt. Het ontwateringssysteem, als het vernieuwd moet worden. Nou, dat zijn we er daar om het gelijk te doen.
voor wat betreft begroeiing van wiet en dergelijke, bomen die niet goed staan over de weg en langs de weg, om het zo te zeggen. Dat alles wordt in één keer aangepakt. We hebben ook de kanalen, de belangrijke kanalen, Trentse, die allemaal opgehaald moeten worden, opgeschoond moeten worden. U merkt ook hier achter mij zijn we aan de Indira Gandhiweg, waar een van de belangrijke kanalen opgeschoond wordt. Als hij niet opgeschoond wordt, heb je dan in de verschillende buurten ook weer dat het water blijft liggen. Begrijpt u? Wat we hebben kunnen constateren allemaal tijdens deze projecten, is dat je zeker wel te kampen hebt met situaties zoals petflessen die er gedumpt worden in die goten, in die rioleringen, foambakken. Je hebt soms matrassen, soms televisies. Allerlei wrakken vind je in die goten of soms in die kanalen. Het is lastig als je dat allemaal aantreft, want dan krijg je soms het gevoel alsof het ministerie niet werkt. Want ja, wegen komen dan blank te liggen en dergelijke. Maar uiteindelijk zie je waar het grootste probleem is. Dat wij als samenleving eraan moeten werken om wat netter te gaan zijn. Tijdens de werkzaamheden zijn de verschillende afdelingen van het ministerie van Openbare Werken en het districtscommissariaat bezig met het egaliseren van de zandwegen, het verhelpen van verstoppingen in het rioolstelsel en het onderhouden van de bermen.